Nou, goedemiddag kijkers van, en volgers van DWS TV. Normaal gesproken staat hier Piet Smit, maar helaas Piet die heeft een middagje uitgeklokt. Wie er wel staat is natuurlijk de trainer van DWS, Jan Veldhuizen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Jan, vandaag een belangrijke wedstrijd. Excelsior DWS, de koploper tegen een gedoodverfde kampioen. Wat verwacht je van Excelsior vandaag met voetballen? Ik verwacht dat die hebben sowieso wat recht te zetten na die nederlaag tegen SVZW. Dus die zullen er ongenadig opklappen hier, denk ik tenminste. En daar hebben ze eigenlijk ook wel een beetje de ploeg voor en dat hebben ze vaker gedaan. Dus ik denk dat we wat dat betreft een beetje hetzelfde kunnen verwachten als tegen Flevo Boys. Die verloren die week daarvoor ook. En die proberen dat dan toch vaak recht te zetten in de eerstvolgende wedstrijd. En dan zijn wij vandaag aan de beurt, maar ik wil het wel zien. Ja, dat als jij refereert aan Flevo Boys. Die afloop was voor ons niet zo heel erg positief. Jij ziet meer mogelijkheden tegen Excelsior om te winnen? Ja, ik denk dat je tegen zo'n ploeg altijd ruimte krijgt om te voetballen. Dat is vaak zo als je tegen zulke ploegen speelt. En ik vind dat we in een veel betere, flow klinkt een beetje trainersachtig. Maar wat dat betreft zitten we eigenlijk wel in een soort van flow. We hebben het eigenlijk aardig te pakken. We voetballen goed, we zetten goed druk naar voren. We weten goed druk te houden. Dus ze kunnen een goed voetballende ploeg hebben. Wij proberen ze vandaag in ieder geval het voetballen onmogelijk te maken. En zelf wel zoveel mogelijk aan voetballen toe te komen. Dus interessante wedstrijd. Ja, ja, ja. Hey, dan de opstelling. Die gaat natuurlijk automatisch door het beeld heen straks. Maar opvallend is wel dat ze zeggen altijd de sterkste bank wordt kampioen. Maar we hebben wel een redelijk sterke bank vandaag. Want een Terpstra zit op de bank. Roald de Vries zit op de bank. Mike Arendt zit op de bank. Terpstra was geblesseerd, maar is hij nog geblesseerd? Nee, hij heeft deze week voor het eerst volledig getraind en dat is goed gegaan. Dus hij zou in principe kunnen spelen. Hij is er natuurlijk wel ruim 3 weken uit geweest. En, we voetballen best aardig, de uitslagen zijn goed. Wij zijn hartstikke blij dat we die jongens er weer bij hebben. Laten we dat vooropstellen. Alleen is het te vroeg om dingen te gaan veranderen. Ja, ik denk ook dat het een stukje waardering is in de richting van Joran. Ja. Zeg ik dan rare dingen? Nou, misschien niet eens alleen naar Joran, misschien eigenlijk meer naar de hele ploeg toe. Ik vind dat we met name als ploeg tegen ACV ongelooflijk goed gedaan hebben. En om dan de hele boel weer op stelten te gaan zetten, weet ik ook niet of dat verstandig zou zijn. Dus dat hebben we besloten niet te doen. Oké, en ik ga er dus vanuit dat we vandaag met 3 punten teruggaan naar Ermelo. Ja, je hebt nog wel eens wat last van zo'n tegenstander, maar die insteek is er in ieder geval wel vanaf onze kant. Maar dat zal moeten blijken. Maar als wij hetzelfde kunnen brengen als tegen ACV, dan moet het maar zo kunnen, ja. Nou, dan rest ons niks anders meer dan je geluk te wensen, Jan, vanmiddag in de wedstrijd. De bezoekers, de naam en bestuur van Excelsior 31 en haar luisteraars, de sponsorcollectief Topsport, wens u allen een plezierige, vriendelijke en sportieve wedstrijd toe. Excelsior 31 met zijn achtste seizoen voor onder de nummer 11 Hakim Isasabi.
Thank you.
tegenhanger onder de nummer 4, Gerald Poort. En zo eindigt de wedstrijd in 1-1 voor het spel.